Op de Reede van Vlissingen is de Zweedse ertstanker Vitangi aan de grond gelopen. Ondanks de sneeuwjacht was van de boulevard af duidelijk te zien dat het schip zware slagzij maakte. Vitangi is vastgelopen op de leugenaarsbank en vormt thans een bedreiging voor het overige scheepvaartverkeer. De positie van de Zweedse boot, die aan stuurboordzijde een scheur van 40 meter opliep, werd reeds na enige uren zo kritiek dat alle 46 opvarenden het schip moesten verlaten. In een der hotels van Vlissingen wacht de bemanning, die voor het grootste deel uit Neuren bestaat, nu met spanning af wat het lot zal zijn van hun pas 3 jaar oude schip, dat zich zo dichtbij in de greep van de Noordzee bevindt. De 16.000 ton metende Vitangi zit met het voorschip muurvast in het zand. De achtersteven zweeft nog in het water. Met behulp van een kraan en enige lichters werden de persoonlijke bezittingen van de opvarenden van boord gehaald en werd tevens een gedeelte van de lading gelost. Door de opkomende vloed moest dit werk echter weer spoedig worden gestaakt. De tanker was met een lading van 20.000 ton ijzererts op weg van Narvik naar Antwerpen toen de ramp gebeurde. Over de gehele lengte van het schip staan de dekken gedeeltelijk onder water. Bergingsdeskundigen begeven zich af en toe aan boord om zich van de toestand op de hoogte te stellen. Door de krachten van de eb en de vloedstroom wordt de scheur in de scheepswand namelijk steeds breder. De kans dat het zwaar gehavende schip doormidden zal breken wordt zeer groot geacht. En als dat gebeurt, zal de Vitangi onherroepelijk verloren zijn.